Na Duitsland, Oostenrijk en Italië is vandaag Madrid het decor van de onverprezen sound van Paul Weller. In zijn kielzog presenteert Monk zich aan een Europees publiek. Is Nederland te klein geworden voor deze Amsterdamse band? Afgelopen zomer zijn we door Paul Weller zelf uitgenodigd op een Amsterdamse terras. Op een gegeven moment kwam de tour ter sprake en hij kijkt me zo aan en zegt van, you want to do it? So, Mr. Weller, why did you choose Milk to be your supporting act? I took pity on them. Phil asked me if I could do it, and I took pity on them. Dragged them out of the gutter, the streets of Amsterdam, and took them on tour. Geen idee wat hij het over had, maar ik wist heel goed, want ik wilde heel graag met hen die Europese tour gaan doen. Zo, nou ja, heel graag, lijkt me ontzettend leuk. Wenen was te gek, zeg. Barcelona Wenen was helemaal te gek. Prachtig theater. We speelden in de Wiener Concerthaus. De mooiste concertzaal die je in je leven gaat zien. We hadden heel eventjes het gevoel dat we geïntimideerd zouden raken door alle afbeeldingen van Mozart en Schubert en al dat soort... Die waarschijnlijk daar persoonlijk nog op een klaversymbool hebben lopen. Die, sterker nog, die kleedkamer van ons, daar zat Mozart net voor ons nog in. Het was een troep, het was echt heel gore mensen. Wat is dit, Felix? Nou, Frank, dit is de tourbus. Hier hebben wij 2 weken in gewoond. Dit is nou een bed. Dit is ons huis. Laat nou eens proberen, Frank. Probeer maar in te komen in dat bedje. Zo, je bent er bijna in. Why do you think they are the new Dutch band that should be touring Europe? Because all the others are shit. You know, they've got good tunes, all playing well together, and they're getting better and better, do you know what I mean? So, it speaks for itself.